Welkom bij deze nieuwe video. Deze video gaan jullie zien hoe ik in Duitsland ben wezen vissen. En dat ging op deze manier. We zijn aan de Saar in Duitsland. Ik ben net een paar uur wees geweest voor de visvergunning. Dat is hier iets lastiger dan in Nederland. Er zijn een heel lief gezin langs geweest die mij hebben geholpen met een dagpas. Daar is het water. We gaan eens kijken wat we kunnen vangen. Waar zijn ze aan het gaan en we daar aan de hoek? Guten Tag. Okay. I have it in my bag. I shall my man beater. I have it there with my girlfriend. Hello. I have it here. Okay. They also said to give. Ah, yeah. Okay. Also. Okay. Also, they said to give this. Ah, yes. To go for the. Okay. Okay. It's okay. Okay. All is good. Okay. Okay. Thank you. Bye. Zie je daar? Is de hele tijd iets aan het jagen. En dat doet hij pas sinds ik deze heb uitgegooid. What is your fish? Sorry? What you want to catch? Mainly like predator fish, like pike or perch. Yeah, that's mir schon klar. I see the I see the bait. Yes. I'm a predator fisher. Yes? Yeah. There's a lot of pike in this water, or no pike, no catfish. Catfish, yes. Yeah, but big catfish, not okay. The little catfish from America. No, no. He is really a 2.5 meter catfish is here. Wow, wow. Yeah, there are since a couple of years some in the Netherlands, but more like in the south of the Netherlands, and they also come from this water, I guess. But it's at daytime, our catfish. Catfish, okay. With little spinner plates, little. Okay. Yes, and this is an that is a fish. Wie soll ich das erklären? Carp. Yes. Carp. But it's 1.20 meters in the length. Okay. It's a carp. Eat fish. I think I know what you mean. It's called. Roofblij in the Netherlands, genau, I guess. In, hier, like ja, this, hier yes? Bei uns in Deutschland sagt man Rapfen. Rapfen, okay. Rapfen. Und der geht in die kleinen Fisch und okay. Abends, in the evening, come here in the near. Okay. Yeah. To catch this, you must very, very quickly the bait
Pretty aggressive. Yes. Okay. Yes. And then on the surface. Okay. Not deep. And okay. The okay. And then boom. Yes. That's very, very. Ah, okay. It's very interesting. Is this a good one for here, no. Or no. I have more there? Oh, maybe. Okay, my cooking. Okay. America is a walleye. Walleye. A little bigger as walleye here. Ah, okay. Yeah, Zander. Zander. Yes. Yeah. Yeah. Ah, okay. It's with gummy. Sheds, I guess. Yeah. This one? I think. Yeah, that's good. That's yes? Good. Yeah, yeah, this yeah. Is good for you? Yeah, yeah, yeah. Okay. Yes, that's good. On here, the frog. Also. It's not, they're not so good. Okay, I also have spinners. I don't know if it's. That's more for we have the bass perch. Perch, yeah. Perch. Okay. Yeah. They're more like this. And gummy. Yes, this one. 10 or 12 centimeter and the length. That is. I also have this one. The predator specialist fishing with a stinger. The head with the hook. Yes. And then here and the stinger. Ah, okay. With drei. Ah, okay. Like under it. Yes, yes. Ah, okay. Yes, this one or this. Yeah, okay. The green color is very good here. Okay. Yeah. I'll give it a try. I don't know how much. I guess this is 5. I think this is the heaviest I have right now. So, okay. I'll give it a try. It's better than nothing. Yes, yes, definitely. Let's have a look. Like this maybe? Yeah, 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 that's good, it's good. Then the other way. Hear him? So? Well? And then this way. Ah, like that. Yeah. Ah, no, it's good. It's sharp. So, yeah, that's okay. It's okay. Ah, nice. Fish like this. Okay, thank you so much, man. No problem. Good luck. Thank you. Yeah. Ik ben benieuwd wat voor vis is dat heet dat zo het water uitspringt, man. Maar er is echt serieus wel een vis goed aan het jagen daar, de hele tijd, of meerdere. Midden op het water, zie je de hele tijd zo plof, plof. Ik weet niet of we het kunnen horen. Het onweer behoorlijk. Dus wij gaan zo stoppen. Zie je wel een hoop bubbels. Als je niet weet, zou je iets eruit halen. We zitten nu in de auto, we zitten even te schuilen. Zoals je misschien kunt zien, de lucht is in één keer helemaal donker getrokken. Er komt behoorlijk wat bliksem. Zagen we net al boven ons hangen. En ook voor jullie thuis, los van wat je aan activiteit dan op het water ziet, alsjeblieft stop dan met vissen. Want één bliksemslag ergens op dat water en alles staat onder stroom natuurlijk, hè. Je hoort de regen nou al, het weer slaat in één keer helemaal om. Toen wij begonnen te vissen was het stralende zon, geen veldje aan de lucht. Dus we zijn even aan het kijken of het weggaat en of we nog verder gaan vissen. Of dat we terug gaan naar de camping, moeten we even kijken. Ah, moet je zien joh. We gaan het zien. We blijven even wachten. Wellicht gaan we daar nog even vissen. Dat was verder de enige dag in Duitsland dat wij konden gaan vissen. Omdat ik daar niet heb gevangen, bleef het toch jeuken. Dus de eerste dag dat ik terug was, ben ik samen met twee vrienden toch nog even in Nederland gaan vissen. En daar hebben we dit gevangen.
Marcel heeft een keer gewoon schoenen aan. Het is de eerste keer op beeld dat hij schoenen aan heeft. Dit is gewoon in het gras. Oh, heel veel vis zwemmen, jongen. Kut, dat was een grote. Hey, wat gaan we doen? Zijn we wakker, jongens? Ik lul niet. Hé, hey, en dit is best wel de grootste hier tot nu toe, man. Derde worm. Zet meteen eentje op. Hij is toch al leuk van formaat. Ga hem terugzetten. Marcel! Dat was net niet nodig. Ja, misschien even helpen. Dit was hem alweer, de video. Deze heeft helaas iets langer geduurd. Ik had wat technische probleempjes. Zijn inmiddels opgelost. De volgende video zal er dus ook sneller aankomen. En wie weet wat ik dan ga vangen. Tot de volgende keer.